We gaan hier even een rondje maken rondom Slot Loevestein. Hier in de wal van Slot Loevestein heeft ook een bever zitten graven, dus daar willen we even met jullie gaan kijken. En daar in een kaartje rondom de oude kleiput, hier is vroeger heel veel klei gewonnen, daar zit ook een grote beverschade. Dus het was mijn idee om even op te splitsen in twee groepen. Hey, naar beneden geweest. Zeker. Met een paar mannen, met die-hards. En dan gaan we even tegen elkaar inlopen en dan komen we elkaar weer hier tegen hopelijk vanmiddag. Ja, hier. Hier zit Gans. Mijn naam is Arjan Ruiter, ik werk bij de waterschap Rivierenland. En sinds 2005 ben ik actief in de rattenbestrijding. En ja, we zijn Christian Zijn, we gaan een rondje om het kasteel. Bij het kasteel wordt het nog lastig, want dan moeten we de vestingswal af. Dat is nogal stijl, dus of we dat gaan doen, moeten we even kijken hoe erg hoe glad het is. Maar dat gaan we ter plekke bekijken. Daar zit wel de mooiste schade aan. Nou, in dit water en met name ook de andere kant hebben mijn collega's dus al best aardig ratten gevangen. Daar zie je ook een vlagje staan, er staat nog een klemmetje. We lopen straks zo hier over het kaartje. Dus zou links en rechts komen we klemmen tegen, dan zou ik even stoppen. Kijk, en deze klemmen gebruiken wij dan. Hier zit nou niks in. Die klem staat zo voor het gat. Ik zal het even hier op het droge laten zien. Een stokje. Eén stokje staat zo. Dan blijft hij staan. En ja, dit is dan de rat, zeg maar, het stokje. En die zwemt erin of eruit en die zwemt tegen de strietjes aan. Een stokje. En verderop komen we ook nog een oud gat of een oude verzakking van een bever tegen. Kijk, die stok, die is helemaal weg nu. Waarschijnlijk zit er aan die kant ook gewoon misschien wel een uitgang. Ik ben benieuwd waar je hier de waterkering weer kan. Ja, wel. Ja, ik heb het overgevraagd. Degene die het nog nooit gezien hebben, dit zijn dus de klemmen die wij gebruiken. Nou, die plaatsen dan voor de ingang, die zorgen voor deze diameter. En dan, als het goed is, is het gebeurd met hem. Nou, zo staan er hier in dit natuurgebied alleen al denk ik 400 klemmen in dit moment. Dus een hele klus.